for John Flair. Ik zou alleen dit willen. Fantastisch! Ik moet met Richie samenwerken. Het is nu al hilarisch. En de Nomi is de chair. That's fine. Yeah, cool. Sweet. Nee, Richie en ik. Richie heeft leuk contact met een bedrijf. En toen kwamen ze op het idee dat ik misschien daar wel iets mee kan doen. Dus wij zitten nu in een call. Ik ben heel introvert vandaag. Dus Richie moet de extrovert rol. Yeah? We have to go live now, it's two. Do you want me to say hi and introduce you just straight away? And then we'll kind of go from there. Ja, ik ben dus helemaal niet in de mood nu met goed praten en zo. Richie heeft gelukkig alles al hier opgezet. It's 2 past 2. This meeting heeft toegang verlengen, toegang verlenen. Verlening. Hey. Hi Bart. Hi Bart. Hey. Hey. Hoe gaat het? Goed. Sorry. Het is echt een beetje rennen en vliegwerk vandaag. Geen probleem. Ja. Bart, this is my wife Rose. Hi. Yes. Hi. Yeah. Hi guys. Ik ben Nederlands, maar ik zal Engels praten voor Richie. Ja. Ja. Is mij gewoon het grootste probleem eigenlijk. Could you leave? Doing a wrap up? Ja, nee, even zeggen, heel, heel leuk gesprek met Bart. Helaas geen budget voor samenwerking, maar wij doen het dus wel vaker dat wij dus, als wij verliefd zijn op een product, gewoon die mensen benaderen en zeggen van, hey, wij zijn helemaal fan van dit product. Past onze vlog ook bij jullie? Maar goed, dus ze hebben nu even geen budget, maar het was gewoon een geweldig leuk gesprek. Lovely chat. Ja. Lovely person. We gaan nu naar buiten. Amazing brand, amazing products in this flower. Vagina flower. You gotta cut that bit out about the vagina flower. Vagina flower. Gotta cut that out too. We're going outside now? Yeah, we're gonna go just find a spot and sit in it. Yeah, he's good. We always we need to have a party with the random people. Yeah, like all business related people we are not friends with, but we can have great laughs with, you know? Yeah. Kirsten, Stera, the guy we bought the couch Niek, off, Niek, the old owners of this house. My intern. Yeah. Oh, Andre Sanne, my manager. Yeah. Great group of people. That really old lady I met on the tram that day, Petra. 90-year-old that I met on the tram. She was lovely. Okay, Dewey. Yeah. Tommy's. Richie en ik zijn even aan het fietsen. Ik mag niet veel meer fietsen zijn ook. Rechts of links? Links. Links. Ja. We gaan even een drankje doen. Wat een weertje, jongens. Wat een weertje. Kijk, deze rakker is echt helemaal dood. Dus ik heb een nieuwe plant. Deze Big Fella. Die ga ik lekker hier nu in potten. Of moet ik die? Ik moet misschien wel een hele switch hier maken. Deze boom hier achter moet eigenlijk in deze pot. Dan moet deze, die veel te klein is, naar deze pot. Deze is giftig en dood. Dus die gaat weg. En dan kan deze grote rakker daarin. Het wordt een hele sessie. En die heeft nog geen plek, maar... Deze joekel die staat hier heel goed in de verhouding. En dit kleintje dus nu ook. En ik geef ze allebei even een goede spot bij het licht. Deze staan nu binnen het hekje.
het moment nu of die boom hier wel in past. Heel mooie verhouding. Ja, dit voegt echt wat toe. Deze beauty staat hier. En deze twee schatjes. Ik heb mijn nieuwe jas aan. En ik ga nu naar de lancering van Kosh Amsterdam. Dus we zaten al in andere steden. En nu ook hier. En ik heb natuurlijk die podcast gedaan. Er komen allemaal mensen die betrokken zijn of iets met duurzaamheid doen. En Sydney blijft hier en dat vindt ze niet leuk, hè? Tranen. Dus ik ga lekker fietsen, jongens. Ik zie jullie daar. Nou, dit is dus de Watergraafsmeer. Het is ongeveer het verste van mijn huis wat je kan zijn. Daar is Verre Oosten. Maar ik ben te vroeg. Nou, ik ga maar gewoon. Hoe erg ik dat ook altijd vind, hè? Mijn eentje naar zoiets. Maar goed, let's go. Hoe heet jij eigenlijk? Kiara. Hoi. Ik sta altijd met Kiara te praten, maar ik weet niet precies hoe. Ik wist niet hoe je heet. Maar we zijn al bij de opening. Hallo. Hoi. Ik heb zo hard gefietst. Zit mijn make-up nog? Nee, anders had ik het gezien. Ja, nou, zo ben jij toch. Dat je in de kledingbak alleen maar mooie kleren kan stoppen die niet kapot zijn. Echt alle oude vollen kan je in dat ding gooien, want al die textiel wordt uit elkaar gehaald, er worden nieuwe garens van gespind. Ik ben weer thuis, het was dus heel leuk bij Kosh. En ik ben nu de tafel aan het dekken, want Gijske komt hier zo meteen naartoe. Want die gaat mij helpen met de collectie. Dus zij is ook ontwerper. Wij werkten ook samen. En wij waren altijd heel goed in collecties bespreken. Dus in dit geval gaat het dan heel erg over de artworks. De maat, de kleur en het type artwork per kledingstuk. Want de fit en de make zijn al in orde. Dus het gaat nu echt om de puntjes op de i. Dus die komt mij zo helpen. En het is natuurlijk maar de helft van de collectie. Maar toch lekker dat iemand even meekijkt. Ik vind dat te lang. Ja. Ben ik dan heel lui? Wat heerlijk is. Ja, waar heb je zin in? Alles. Een koffie of thee of straks? Straks een koffie. Straks een koffietje met een zoetje. Jij hebt een dus croissant. Afschuwelijke achtergrond. De speelhoek. Nee. Hallo. Hi. Daar is het mooi dat alles vergrijsd is. Ja. Dus hier heb je dan een fellere contrastrip nodig, denk ik. Want ik vind dat het lila-rozig is wel passen. Ja, daarom heb ik het ook gekozen. Ik dacht, dan doe ik een pastel bij zo'n harde. Maar het zou ook bijna zo'n soort paars hier bijna kunnen zijn. Ja, dan wordt het echt colorblok. Maar je zou ook kunnen kijken of je deze in een lila hebt, dat het melange lila is. Ik moet toch ook bros uitkiezen? Ja, kijk, ik vind dit wel leuk. Ik zou dan eerder dit willen. Ja, dat snap ik dat jij dat wil. Maar dan spreekt hij voor mij dezelfde taal als die. Ja, en nu niet. Nu pak je gewoon fashion kleding. Nu maak je elk jasje anders. Tonen donkerder lila. Vergrijsd lila. Vergrijsd lila, dat is het wel. Want dat maakt dat dit harder eraf gaat. Ja. Dan wordt hij niet zo colorblock, maar juist. Ja. Dit is de perfecte kleur. Leverlila. En dit wordt dus elk jasje weer de puzzel, hè? Ja. Maar op een gegeven moment heb je. Maar het is wel leuk. Ja, het is heel leuk om te doen, maar op een gegeven moment heb je ook wel een soort van handschrift. Mm-hmm. En dan weet je het, maar. Mm-hmm. Iets van deze kleuren met een fluo lila outline. Ja. Het kan ook wit zijn met een fluo lila outline. Maar ook met die broek. Fantastisch! Ja. Heb je dit ook in zwart? Het is zwart! Solid. Even normaal.
Heel leuk. Ja, hè? Artworks zijn moeilijk, hè? Het leuke, ik vond mijn warmste herinneringen waren de artwork sessies met jou. Ja, de teksten. Dat is gewoon echt het meeste werk. Teksten bedenken. Ja. Kleuren. En teksten, ja. Oh. Maar ook Sun, Sea, Sand. Oh, ja. Saint-Tropez. Ja. Oh, ja. Toch was het leuk.